Dag dames en heren. In de noordelijke helft van Nederland brak deze maandagochtend het zonnetje al door. Op veel plaatsen was er bewolking aanwezig. Bewolking die we ook op de satellietplaat heel duidelijk terugzien. Vanuit Zuid-Scandinavië over Duitsland, grote delen van Nederland richting het zuidoosten van Engeland. Ten noorden en ten zuiden ervan zitten opklaringen. Maar wij hadden dus vanmorgen in een groot deel van Nederland met die wolken te maken. En plaatselijk viel er zelfs wat regen uit. Op de regenradar kunnen we dat heel duidelijk zien. Dat juist in een strook over het midden van het land, van Zuid-Holland, Utrecht, richting Twente, er af en toe wat regen uit de bewolking viel. En heel langzaam schoof dat naar het zuiden. Maar er waren toch wel een paar plekken waar het eventjes aardig doorregende. Nou, het lijkt erop dat die buien geleidelijk aan de rivieren oversteken, daarbij minder actief worden. Dat heeft overigens niets te maken met de rivieren van Nederland. En later vandaag boven België lijkt het hele zaakje weer wat te activeren. Misschien dat de grensregio nog net een verdwaalde bui daar later vanmiddag van meekrijgt. Maar verder zijn het vooral de opklaringen in het noorden van het land die zich naar het zuiden gaan uitbreiden. In het Waddengebied wordt het zo'n 20, 21 graden. Maar in het zuiden van Nederland kunnen we misschien nog wel een zomerse 25 of 26 graden noteren. Bij dat alles staat er heel weinig wind en dat betekent dat het ook vanavond nog lange tijd aangenaam is. Met vooral veel zonneschijn, de bewolking begint meer en meer op te lossen. En vannacht, dan hebben we temperaturen die in het noordoosten nog dalen. Misschien zelfs wel plaatselijk iets onder de 10 graden kortstondig. Kan ook een enkele mistbank ontstaan. In Zeeland is het niet veel kouder dan zo'n 16 of 17 graden. En morgen wordt er wat warmere lucht aangevoerd. En er is vooral in het zuiden van Nederland flink wat ruimte voor de zon. Over het midden, maar vooral noorden van het land, schuiven duidelijk meer wolkenvelden. Die schermen ook af en toe de zon af. Sterker nog, misschien dat in het uiterste noorden er zelfs een klein beetje regen gaat vallen. Als dat het geval is, wordt het op de Waddeneilanden maximaal een graad of 20. Maar doet het zonnetje even zijn best, dan komen de temperaturen daar toch ook wel snel rond de 23 of 24 graden uit. Warmer, dat is het in het zuiden van het land met zo'n 28, ja misschien wel 29 graden. De zuidwester is aan zee in de middag af en toe vrij krachtig, een windkracht 5. Dat is toch wel een aardige bries die er staat. Kijken we dan naar de woensdag, dan zien we dat in het hele land de zon uitbundig schijnt. En waarschijnlijk loopt de temperatuur in Oost, Midden en Zuid-Nederland op naar 30 tot misschien wel 33 graden. Er staat ook woensdag niet al te veel wind, dus woensdag wordt echt een zomerdag met een dikke 10 voor degene die van zonneschijn en warmte houden. Ook donderdag is het nog warm, maar later op de dag dan dient zich een enkele regen- of onweersbui aan, vooral in het diepe binnenland. Ook vrijdag is dat nog mogelijk, dan gaan de temperaturen alweer wat omlaag. En in het weekeinde ziet het ernaar uit dat het niet al te warm is, maar het is wel droog met regelmatig zonneschijn. Fijne dag verder.